Winteruur in coronatijden. Moeilijk voor iedereen. Dus zullen we er samen niets van moeten maken? De wereld is een mooi, maar werkelijk ding. Zullen we er samen niets van moeten maken? Hey, 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 hey. Kom maar in de social distance ring. Winteruur is bijna aan de kaap van 400 afleveringen en wordt nog steeds beschreven als het mooiste programma op televisie. En daar hoort natuurlijk de mooiste presentator van het land bij. Hier is Wim Helze. Dat is uw favoriete liedje, hebben wij ons laten vertellen. Of wist Hakim? Ooit wel. Dat is wel een heerlijk nummer om op te dansen. En dat was ooit het slotnummer van... een voorstelling van mij, ja. Ah, voilà. Het uur van de prutser. Het uur van de prutser. Zo heette die voorstelling, ja. En op het einde danste ik dat en vaak danste een heel publiek mee. Ah, kijk, tof. Ja. Ja, helaas hebben we geen publiek. Maar Winteruur is terug en dat is wel fijn nieuws. Nu, triestig nieuws daarbij is dat Winteruur mogelijk niet meer zal bestaan vanaf volgend jaar. Ja, maar dat is... Al... Europa denkt eraan om het te schrappen, hè. Ja, het is al langer bezig dat ze in Europa... alles willen gelijkschakelen, ja. Maar blijkbaar is er te veel discussie over. En Nederland zou dan het zomeruur continueren en wij het winteruur enzovoort. En dat gaat ook niet, dus er moet eerst daarover eenstemmigheid zijn. En ik ga ervan uit dat dat nog niet gaat vier jaar gaat duren en dan kunnen we 10 seizoenen winteruur volmaken. Dus we zijn nog niet aan het denken aan een nieuwe titel dan? Nee. Nee. Goed, want opnieuw, sinds vorige week elke avond een gast die eenzelfde stukje tekst voorleest bij jou. En het wordt echt het mooiste programma op televisie genoemd. Ja. Vind je dat zelf ook? Er zijn toch wel heel veel redenen waarom dat ik zelf heel enthousiast ben over Winteruur. Ja. En misschien de belangrijkste is dat ik het zelf ook altijd maar liever doe. Ik merk nu, dus we zijn nu aan het opnemen voor dit seizoen, en dat ik het liever doe dan ooit eigenlijk. Zo? Ja, ik voel mij alsmaar vrijer en ontspannender in de rol van vragensteller. Of gastheer, gesprekspartner. Dat is één ding. En het blijft mij ook verbaasd. Mensen kiezen allemaal zelf in een tekst. En de teksten waar mensen mee afkomen, de verscheidenheid van die teksten is zo... dat blijft mij verbazen. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, Maarten van Grambeer, de sportjournalist. Die zal ook ergens in de komende weken op tv zijn, maar dat gesprek is al opgenomen. En die heeft dan bijvoorbeeld iets bij, een kopie van een briefje dat ooit uit een trein is gegooid, uit een transport van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland werden gevoerd. Mensen afkomstig uit Meensel-Kiezingen, zo'n dorper... Bijna alle mannen zijn weggevoerd. Dat is een heel verhaal natuurlijk. En de schoolmeester van die klas die heeft nog een papiertje door een trein naar buiten kunnen foefelen. Er wandelden toen mensen rond naast de treinen over de bermen om te kijken of er papiertjes waren die ze dan opstuurden naar de familie. En de overgrootvader van Maarten van Gramberen zelf zat ook in die wagon. Allee. Er is een heel verhaal bij natuurlijk, maar zo dat soort... volstrekt verbazende teksten waar mensen mee afkomen die eigenlijk ook altijd interessant zijn. Ja. Als iemand zelf iets meebrengt, dan is het iets waar hij of zij over wil praten. Dus wordt het ook niet altijd, maar meestal toch wel interessant. Niet altijd? Nee, niet altijd. Nee. Denk je soms aan, oh, saai? Ja. Wanneer dan? Heb je dat al gedacht? Ja, ik denk dat er elk seizoen wel 1 of 2 afleveringen in zitten waarvan ik zelf denk van, oh, ja. Maar ja. Ja, maar is dat bij jou nooit het geval? Nooit. Nee? Nee. Ja, dat is fantastisch. Nee, ja. Maar soms is er een rood gesprek bij, hè. Ja, dat gebeurt, hè. Ja. Nu, het concept is, zoals alle goede concepten, onveranderd gebleven. Er is nog altijd de kracht van de Labrador ook, Swami Bami. Ja, Golden Retriever, ja. Ik verwar het altijd. Maakt niet uit, ja. Lijkt erop, hè. Lijkt erop. Maar er is wel één klein detail veranderd. Je draagt elke dag hetzelfde kostuum. Ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, er verandert eigenlijk nog minder dan dat er voordien al veranderde. Ja, voilà. Dat is een kostuum dat door een vriendin van mij is gemaakt. En die heeft
met dit kostuum kostuums leren maken. Enfin, dat is het eerste kostuum dat ze ooit heeft gemaakt. Winteruur, je kan het een literair programma noemen, maar het is ook zoveel meer dan dat. Dat is een brief van mijn papa aan mijn oudste zus. Die is 18 jaar ouder. Ik vond dat gewoon heel mooi om te weten dat mijn vader de bevestiging heeft gegeven, onbewust, want dat is nooit... Je weet dat wel ergens, maar dat ik een kind ben dat gemaakt is uit liefde. Zie jij die kleine ster daar staan, vlak naast de volle maan? Het is de plaats waar vandaag Rocky woont. En Rocky... Ja, Rocky was mijn beste maat, hè. Ik verder lezen? Ja, ja, ja. Je vader is gestorven van een... Aan alcoholverslaving, ja. En hoe oud was ik? Was 7 jaar. Oké. Okay. Ja, en heel vaak als ik dat nummer hoor... Ik heb eigenlijk niet echt herinneringen aan de stem van mijn vader, maar ik denk altijd van als mijn stem had, wat waarschijnlijk wel zo was, hè, dan is het de stem van Johnny Cash. Ik weet, als ik dat lees, dan komt dat echt binnen. Dat is echt zo'n mokerslag voor mij. Echt waar? Nu opnieuw ook? Ja. Ja? Waarom? Omdat je weet van alles... Het zou allemaal wel eens direct gedaan kunnen zijn of zo. Wat er is, of wat je hebt met mensen, of wat je... Ik heb het moeilijk. Ja, even Winteruur kijken voor het slapen gaan. Ja. Mensen zijn heel open en eerlijk, hè, bij jou. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ik denk dat dat heeft met verschillende dingen te maken, denk ik, maar... Belangrijk is, iedereen die komt, kiest zelf de tekst. En kiest dus ook, bepaalt dus eigenlijk de agenda van het gesprek. Dus je komt niet daar zitten praten over iets waar je niet over wil praten. Dat heb je zelf vooraf beslist. En dat is natuurlijk ook een kwetsbare keuze. Hè? Dus mensen beslissen vooraf, dit wil ik van mezelf laten zien of niet laten zien. Want dat kan ook natuurlijk. Nee. Ik denk dat dat deel belangrijk is. Ik denk ook dat er een hond bij is, dat dat ook helpt. Plus ook, jij neemt veel stiltes. Hè? Ik ben ook bij jou te gast geweest. En jij ontlokt reacties van de gast doordat je gewoon even zwijgt. Wat ik heel moeilijk kan, maar jij kunt dat. En dan ben je geneigd om meer te geven, hè? Toch? Ik weet niet of dat een bepaalde stramien is dat je toepast, of dat dat gewoon jouw persoonlijkheid is. Van te luisteren, vooral luisteren. Hè? Dat is het belangrijkste. Ja. Ik denk dat... Ik zei daarnet, ik doe het liever en liever. Ik voel mij vrijer en vrijer in die rol. En dat maakt ook dat ik meer en meer durf zwijgen, snap je? Zoals dat ik in het echt zou doen. Ja. Ja. Ik vind dat heel wijs. Ja, nee, maar dat is echt... Ik vind dat de kunst luisteren en zwijgen. Ja, je kind is je kind niet. Dat jij bij, hè, Tom? Ja, hoe jij je dat nog herinnert, ja, uit die 400. Ja. Ja. Dat is omdat ik zelf geen kinderen heb. En ik dacht altijd, ik zie heel vaak moeders en vaders heel trots over hun peuter babbelen. Maar we gaan het gesprek nu niet opnieuw voeren. Nee. Maar, nee. Dat kan je allemaal herbekijken op 14 nu. Oh ja, alle seizoenen staan op 14. Alle afleveringen. Maar ik vond dat een heel mooie tekst, daarom. Maar ja? Goed, ze moeten maar kijken. Al heel veel mooie gasten gehad. Je zei ooit over Winteruur, de sleutel tot een goed gesprek is contact. Als je contact hebt gemaakt met de persoon, dan voel je dat aan alles. Ja. Hoe voel je dat je contact hebt gemaakt? Ja, je kunt dat niet definiëren. Soms is er iemand te gast die heel wel bespraakt is en heel intelligent. Waar allemaal zinnige dingen uitkomen. En blijf ik achteraf toch zonder voldoening achter, omdat er precies geen contact is geweest. Als contact is, dan weet ik wel. Dan is er ruimte om samen te lachen, bijvoorbeeld. Of om stil te stellen. Ja, ik weet niet precies hoe je dat moet formuleren. Maar dat is ook voor mijzelf dan, persoonlijk, een van de dingen die maken dat ik het heel graag doe, is dat eigenlijk elke keer een ontmoeting is. Ja. Een ontmoeting in een intieme setting. Terwijl tegelijkertijd is dat niet intiem, want er staan camera's op te kijken en uiteindelijk kijken er een paar miljoen mensen mee. Als je alle afleveringen bij elkaar optelt, dan kom je er wel. Te slaat op canvas. En toch voelt dat zo, op dat moment in die zetel, kan het voelen alsof dat dat echt een ontmoeting is tussen twee mensen, alsof dat er niemand anders bij is. En dan is het voor mij qua gevoel eigenlijk al geslaagd. Ja, en dat gebeurt meestal, maar je zei ook daarnet, soms zijn er ook echt rotgesprekken bij. Is het al gebeurd dat het met iemand echt niet klikt?
Ja, en ook al, maar dat ligt dan ook aan mij. Ja, met, herzelen bijvoorbeeld, dat vond ik geen. Maar ik had eigenlijk toen, dat lag ook aan mij, want ik herinner mij dat ik nog voordat we begonnen eigenlijk al geen goesting meer had om met hem te praten. Oei. Ja, en dat bleek dan ook tijdens het gesprek. Dat was een gesprek dat mij. Er was ook geen contact in mijn beleving. En dat ging ook niet mogelijk zijn. Dus ik heb mij toen gewoon, denk ik, achterover gezet in de zetel en hem laten praten. En, het voordeel van een programma op Canvas op het uur waarop Winteruur wordt uitgezonden, namelijk vaak, dat wisselt dan ook nog eens, vaak na 11 uur, is dan ook dat als er een keer een rood gesprek bij zit, dat wel passeert. Ja. Of tenminste, dat denk ik dan. Wim, iets anders. Heel typerend voor Winteruur zijn jouw prachtige, heel aparte intro's. Hallo, Fritsie Pitsies. U kijkt naar Winteruur, het enige programma in heel Europa waarin de presentator de kijkers aanspreekt met de woorden Hallo, Fritsie Pitsies. Als we allemaal waren wat we als kind wilden worden, dan zat de maan nu waarschijnlijk vol werkloze astronauten. Op de bus is het verboden te praten met de buschauffeur, want dat zou de man kunnen afleiden van het verkeer. In Winteruur geldt die regel niet. Want anders zou dit een te stil programma zijn. Dames en heren, ik zit hier tussen een icoon en een hond. De ene heet Swami Bami, de ander Luc Appermond. En als u gaat slapen en u kruipt in uw bed, kruip ik misschien wel mee in bed. En vlak voor u in slaap valt, doe ik misschien zo. En steek ik mijn vinger in uw gat. Dat is Winteruur. Dat is typisch Winteruur. Alles kan gebeuren. Alles kan gebeuren. Ja. Dat is ook wel leuk. Eigenlijk kun je alles doen. Hè? Ja. Je gaat voor de grote tv werken, dus je denkt dat er allemaal normen gelden waaraan je je moet houden. Maar dat is niet. Je kunt eigenlijk doen wat je wilt. Hè? Nee? Dat doet je ook, hè? Trouwens, nu als ik de beelden zag met die trui, vind ik dat pak elke dag toch beter. Ja. Dat was een trui, die was niet van mij ook niet, maar dat is echt niet goed. En ook niet van een vriendin die maanden aan gewerkt. Van iemand van Panenka, van Tom Bates, ja. Die wel goed met die trui staat, maar mij paste hem niet. Ja. Wim, is het waar dat er ook zo heel veel mensen zichzelf komen aanbieden bij jou? Zo van, zeg, mag ik eens niet langskomen bij Winteruur? Ja, dat gebeurt, ja. En wat vind je daarvan als mensen dat doen? Eigenlijk niks. Ik vind dat mensen dat mogen doen. Ja. Stel nu voor dat iemand is die je echt niet ziet zitten. Ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Dan komt daar niks van. Hè. Maar ik vind eigenlijk in theorie dat mensen alles aan elkaar mogen vragen. Ja. Als de deal is, en dat zou ook een deal moeten zijn, dat mensen ook een nee kunnen aanvaarden. Maar als ze dan een nee krijgen en ze kunnen dat niet aanvaarden, dat is dan eigenlijk hun deal. Hè. Ik zeg dat nu... Alsof dat allemaal zo simpel is. En eigenlijk is het ook allemaal simpel, ja. Maar het is niet gemakkelijk, hè? Nee, niet altijd gemakkelijk, nee. Maar soms, er zijn ook al mensen in Winteruur geweest die zichzelf hadden aangeboden. En eigenlijk het leukste... Sommige mensen doen dat op onrechtstreekse manieren. Ook die laten hun manager of een vriend of zo een mail schrijven van zouden de deen of de deen is niet uitnodigen. Maar als je het dan doet, dan kan je het beter gewoon recht op de man afvragen. Robbe de Hert deed dat bijvoorbeeld, die stak er zelfs verwijt in. Zo'n beetje zo van, zeg, wanneer mag ik eens in dat programma komen? Van dat je nog niet aan mij gevraagd hebt. Zo. En dat is dan zo grappig. En dat was ook een goed gesprek. Dus dan hebben we toen Robbe de Hert uitgenodigd. Hè. Je gaat binnenkort over die kaap van 400, hè? Want het loopt nog tot ergens in halverwege december, een winteruur. Ja. Is er zo één droomgast die je nog hebt? Of zo één iemand waar je al keilang achter zit, maar die je maar niet te pakken krijgt? Ja, er zijn er verschillende. Ja? Zijn er verschillende. En maar op dit moment is degene die ik nu het liefst... bij mij, dat is echt een soort droom om die is bij mij in de zetel te hebben. Dat is Romelu Lukaku. Ah, ja, ik zou die ook graag eens in mijn zetel hebben. Lukt dat niet? Nee, dat is heel moeilijk. Zo, maar misschien moeten we afspreken, als hem ooit naar Winteruur komt, dat ik zeg van, maar dat moet ook naar Danira gaan. Dan moet hem doorschuiven. En andersom. Ah, dat vind ik een goede deal. Ja? Afgesproken. Ja. Oké, goed. Winteruur, elke avond na 11 uur. Ah, er was nog één ding. Er is nog een gesprek
toen jij te gast was in Winteruur, is er een gesprek dat nog niet helemaal is afgerond. En de redactie heeft mij daar ook we gaan afronden. Patent op gemaakt. En ze wou dat ook even laten zien nog. Ah. Als ik vriend zou willen zijn met jou, en jij ook met mij, welke voorwaarden... Als ik weet dat er een soort van seksuele aantrekking is, dan is dat toch al wat moeilijker misschien, nee? Nu, ik kan perfect vrienden met u zijn en af en toe is met uw bed in. En gewoon vrienden. Deze is... Oké. Okay. Dan doen we het zo. Allee, voor mij hoeft dat de dingen niet moeilijker te maken. Maar ik begin te zweten. Nee. Maar goed, ik ga gewoon het fragmentje nog eens opnieuw lezen. Ik herinner mij daar niks meer van. Dat is raar, hè? Denk... We waren van ons melk een beetje allebei toen. Ja, er was wel contact. Er was contact, ja. Mag ik nu afronden? Volgende item. Goed. Winteruur, elke avond op Canvas, rond 11 uur. Dank je wel, Wim Helsen. Graag gedaan.